Goedemorgen allemaal. Vandaag hebben we vriendelijkheid als dagkaart. Daar staat op, je bent humanitair, gemaakt uit liefde en je bent in staat jouw energie met anderen te delen. Koester je kleine overwinningen. Veel mensen hebben van jongs af aan geleerd om grote dromen na te streven en op dezelfde manier succes te boeken. We worden allemaal geïnspireerd door mensen die de meest verrassende dingen hebben overwonnen en die de grootste imperiums hebben opgebouwd. We kijken maar zelden naar voorbeelden en overwinningen in ons eigen leven en vergeten dat dingen die we hebben bereikt ook een ogenblik van triomf verdienen. De kleine dingen die je in je leven bereiken, omvatten de momenten waarop je innerlijke vreugdekreet slaakt en simpele dingen zoals goed werk, dat je hebt afgeleverd, een ontmoedigende taak die je hebt volbracht of een minder plezierige situatie die je hebt verwerkt. Door kleine overwinningen kun je optimistisch stemmen over de grote dingen en deze kunnen je ook helpen een positieve houding te behouden, zelfs wanneer iets fout gaat, omdat kleine successen je bij zullen blijven en als je de tijd ervoor neemt om ze te respecteren. Kijk eens goed, je zult ongetwijfeld merken dat ze je dagelijks overkomen. Hield je je hoofd koel in een bepaalde spannende situatie? Heb je weerstand geboden aan een onverstandige uitgave die je wilde doen? Heb je de tijd genomen om met je gezin door te brengen? Geef jezelf een schouderklopje, hou in gedachten of schrijf elke dag een paar dingen op die je als kleine overwinningen kunt beschouwen. Schrijf alles op, maar wel heel gedetailleerd en onderstreep datgene wat jou een gevoel van triomf heeft gegeven. Wanneer je ervoor kiest om aan de kleine overwinningen geen aandacht te schenken en ze als niet belangrijk te beschouwen, is het heel gemakkelijk om gefrustreerd te raken in plaats van geluk te voelen en te halen uit dat wat je ziet als promotie. Het kopen van een nieuwe auto of een overwinnaar zijn. Haal je geluk uit de overwinningen, de ups en downs en het nemen van verantwoordelijkheden die het leven met zich meebrengt. Door dit te doen, zul je in staat zijn om je negatieve gevoelens opzij te zetten en je ogen open te houden voor de volgende overwinning. Dankjewel voor het luisteren. Fijne dag. Namaste.